Goedemorgen beste kijkers en super tof dat jullie kijken naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Tom Kant en ik ben momenteel op trainingskamp in het Zuid-Duitse plaatsje Insel, waar wij de laatste voorbereidingen treffen voor het nieuwe schaatsseizoen. Ik zal jullie deze week even meenemen in hoe een trainingskamp er bij ons uitziet. Ik ben momenteel op de ijsbaan en ik heb net even mijn fiets neergezet. Maar voordat we naar onze ijstraining gaan, wil ik jullie graag even wat laten zien van de omgeving hier, want het is hier echt super mooi. Check deze beelden. En dan gaan we nu snel door naar de ijstraining. We beginnen de training natuurlijk met een warming-up. En dat doen we op het middenterrein van de ijsbaan. En dan nu het ijs op. Die wij super veel doen hier in Insel is fietsen. Op dit moment fietsen wij niet heel lang, omdat we in een periode zitten waarin we snel willen worden voor de wedstrijden en lange ritten gaan ten koste van je snelheid. Dus gaan we straks een uurtje de fiets op buiten hier in Insel. Let's go! Wat wij hier doen in het mooie Insel is krachttraining. Krachttraining is een training waar wij onze power en snelheid vandaan halen voor op het ijs. Op dit moment zitten wij dus ook in een programma met weinig herhalingen en hoge gewichten. De training voeren wij uit in een prachtige honk vlak naast de ijsbaan. Check de beelden van onze krachttraining. We'll be right back.
Het is tijd om even lekker naar buiten te gaan, want een van de andere trainingen die wij ook nog doen hier in Insel is een sprint/sprongtraining. Dit doen wij op een atletiekstrook naast de ijsbaan. Het is eindelijk super mooi weer hier in Insel. Voor nu zit deze video erop, helaas. Maar we zijn snel terug met een nieuwe video. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan vooral even een blauw duimpje omhoog. Subscribe toch eens even eindelijk eens op dat kanaal hieronder. Anders kom ik je halen. En dan zie ik je snel terug bij een nieuwe video. Later.